zodat jullie uit je comfortzone kunnen stappen en maximaal gaan beleven wat vandaag en morgen voor jullie weggelegd is. En dat kan alleen als je het gevoel hebt dat je wilt leren. Dat je de volgende stap wilt maken. En ik weet het, ik ben er ook geweest, dat die shame er is en dat je denkt, ja, kan dat wel, moet ik dat wel? Op het moment dat je gaat nadenken over of het wel op je past of wat Piet of Klaas of Ahmed van je gaat denken, dan ben je uit je flow. En ik wil je in de flow houden. En de flow is hier.